Okay, 3, 2, 1. Okay, guys, welcome. Joe, how is everything going for you personally? How are you settling in here in Ostend? Thanks, actually, for having me here. Personally, it's going great. Everyone is pretty much welcoming. And yeah, it's, well, unfortunately for the results, but apart from that, you have a nice group who's working very hard to change everything. So for me, it's good also to try to raise my level because I missed a lot of, you know, preparation. So it's quite welcoming for me. Yeah, it's nice. Jonas, hoe voel jij je tot nu toe hier, los van de resultaten dan? Ja, ik voel me ook wel van de eerste minuut hier zeer welkom door alle spelers. En zoals hij gezegd heeft, we hebben een serieus goede groep, allemaal goede gasten. Ik denk dat op het veld kan dat zijn voordelen, maar ook zijn nadelen hebben. Dat we wel een beetje meer grootsacties moeten zijn op het veld. Maar ik denk met zo'n coach als Stijn Vreeuwen dat er wel in komt. Maar ik ben tevreden dat ik hier ben. Ook de supporters hebben mij ook allemaal hartelijk ontvangen, dus ik ben echt tevreden. Waarom heb jij die keuze gemaakt? In eerste instantie om naar KVO Stellen te komen? Ja, het is een serieus ambitieuze club. Het heeft ook al serieus een grote naam. Het is ook een beetje dichter bij huis, want ik kom van Vertoon, dat was 2 uur rijden en nu is het gewoon 1 uurtje, dus dat valt allemaal wel goed mee. Ja, dus ik heb er ook veel van gehoord van spelers waarmee ik gespeeld heb vroeger met Niels de Schutter, dat hij vroeger ook heeft geshot. Via de carpoolen. Toen we samen bij Deinzen speelden, altijd goede dingen van gehoord. En die dingen zijn waar. Als ik hier kijk voor de mensen hier in de voor de club, ze zijn mensen dat echt een hart voor de club hebben. En ja, dat ziet je gewoon overal in alle kleine details. Mijn volgende vraag was eigenlijk, hoe beland je als Vlaming in het verre Vierton? Oh ja, het was... ik had eerst getekend bij Roeselare, die had toen jammer genoeg een faillissement ondergaan. En dan was Vertoon daar, die had op 1 augustus nog altijd geen ploeg. En dan moet je op die moment, ja, je zit zonder ploeg, moet je proberen alle mogelijkheden aan te nemen wat je krijgt. Ben ik dan daar beland en twee seizoenen gedaan. De resultaten waren niet altijd top, maar ik heb voor mij gevoel wel 2 goede stevige seizoenen gespeeld en 2e seizoen als kapitein. Dus dat is denk ik ook wel waar naar wat ik daar allemaal gedaan heb. Joe, I've heard you didn't really need to settle in a new apartment or house. Tell me a bit about it. How come? Yeah, that's true. I've been living in Bruges, Oostkamp, to be specific, for 5-6 years during my time in Cercle Bruges. So Oostende was very close and very ideal for me also. So there was no need to move. I have my kids going to school in Oostkamp, so it was a bit perfect for me to, you know, to be here. A perfect match for you on personal level. Yeah, on personal level, yes. Guys, okay, we're not gonna lie about it. We didn't start the season like we wanted. That's a fact. You guys are 2 of the most experienced players in this very young squad. Are you trying to cope with this, not only for yourself, but also to the other players? Are you trying to encourage them and say, come on guys, we need to get through this as a team? Yeah, definitely. I think the results are, yeah, it speaks for itself. It's not good. It's not what we wanted to, or how we wanted to start. But I think there is quality in this group, in these young players. So despite the lack of results, I think it's not time to doubt yourselves or to doubt ourselves. And I think sooner rather than later, we're going to try to turn things around. Jonas, jij was aanvoerder in Vierton, probeer je deze rol hier ook op te nemen? Ja, er zijn ook al andere mensen die dat hier aanvoerder zijn, maar ik probeer het toch wat te ondersteunen waar dat ik kan, mij niet op de voorgrond te trekken, want dat is mijn taak hier. Ik ben ook maar een nieuwkomer uiteindelijk. Maar ik probeer toch, ja, het is zeker een jonge groep, zoals Joe gezegd heeft. Ze toch een beetje die wijsheid bij te brengen. Zoals ik ook al gezegd heb, de resultaten zijn niet zoals we gehoopt hadden. Maar het ligt nu gewoon aan ons van ja, het blijft cliché, maar hard werken en dat zal beloond worden. En nu gewoon zeker dit weekend die 3 punten te gaan halen. Ja.
Ja, eerste helft in Luik was een beetje ongelukkig. Ik denk dat we dat kunnen zeggen. Maar je gaat er wel goed mee om en ziet je ook dat je dat wel beseft en toegeeft. Ja, ik ben altijd iemand dat zelf direct naar zijn eigen in de spiegel gaat kijken. Ik ga nooit iets op iemand anders steken. En ik ben het ook gewoon niet gewoon van zo'n slechte match te spelen. Ik denk dat het een van de dramatischste eerste helden is uit mijn carrière. En ja, ik heb gewoon dingen recht te zetten voor mij, voor deze groep, voor de supporters. En, ik ben hard aan het werken en dat is mooi aan voetbal. Elke week heb je een nieuwe match en ik ga mij volgende week, nu deze week, deze serie toch tonen dat de rug gericht is en dat er een Anne Jonas dan de eerste helft op Luik op het veld gaat staan. Some new players will also be arriving in the near future. We have two new players who arrived now, Henderson and Fuentes. Can they help the team to give some additional creativity? Yeah, I think they're good players. And most importantly, it's how well they will be able to work, or will be able to work as a group. Because I think in this level, in this division, it's more about the team. So I think, yes, they will bring quality in the team, and we are happy to have them. Jonas, kun jij al iets zeggen over die twee nieuwe jongens? Van Fuentes hebben wel een mooie zaak gezien. Ja, ik denk Van Fuentes heb je al tijdens de match van Luik als ze dus mooie dingen gezien. Ik denk dat hij ook wel nog veel meer mooie dingen gaat doen in dit seizoen. Want hij komt van Barcelona. Het is niet meer zo'n ploeg waar dat hij van komt. Het is Barcelona waar dat hij van komt. En ik denk dat je dat ook wel kan zien aan zijn kwaliteiten aan de bal. En van Juwen op training ook vind ik dat een zeer sterke indruk aan nalaten. Zeer correcte jongen ook. Goede ingesteldheid. En ik denk wel dat hij serieus veel kan betekenen voor deze groep. Oké. Okay. Last but not least, when will you guys be happy after the season? When we are back to our beloved festival. Ja. We gaan voor het hoogst haalbare deze competitie. En ik ben ook nog altijd gekomen voor naar eerste klasse terug te gaan. En mijn 0 op 9 start sluit dan niet uit dat je nog altijd naar omhoog kunt gaan. Dus we gaan er zeker voor vechten. Laat ons starten met een overwinning tegen Seren. Let us start with victory. Ja, komt goed. Thank you guys. Thank you.